Yo gasten, FIFA Boos hier. Het is eindelijk tijd. We kunnen FIFA 19 spelen voor de allereerste keer. En wat ga ik doen? Ik ga een FUT-draft maken en daarmee ga ik gewoon spelen. En hopelijk kunnen we die draft meteen winnen. We zitten momenteel waarschijnlijk wel met veel pro's. Want je hebt op dit moment early access. Dan kan je 10 uur spelen FIFA. En dat zijn meestal de mensen die best wel heel graag FIFA willen spelen. En daardoor meestal ook wat beter. Dus dat gaat wel lastig worden. En ik heb ook allemaal pakketjes klaarstaan. Die kreeg ik allemaal gratis, zeg maar, aan het begin. Dus die gaan we ook allemaal openen. En dan hopelijk krijgen we ook nog wat goede rewards, zeg maar, uit de FUT-draft. Maar dat gaan we aan het eind doen. We gaan eerst gewoon de FUT-draft doen en spelen. Oh, ik heb er echt heel veel zin in. Dit wordt de allereerste keer dus dat ik officieel FIFA 19 ga spelen. Dus dat wordt heel awesome. Maar als jullie zin hebben in deze video, smash allemaal dat duimpje omhoog. Zouden we 2000 likes kunnen halen op deze eerste FIFA 19 FUT-draft video. Het zou echt super awesome zijn. En smash ook dat abonneerknopje. Blijf je op de hoogte van al mijn FIFA 19 video's. En dat wil je natuurlijk. Maar laten we maar beginnen met het kiezen van een opstelling. Dit is wel een beetje verkapt. Je hebt 3-4-3. Daarmee kan je natuurlijk meestal wel een hele goede draft halen. Alleen ik wil nu niet een hele goede draft halen. Ik wil gewoon winnen met de FUT-draft. En dan denk ik dat 4-3-1-2 het beste is. In ieder geval voor mij persoonlijk. Ik zou deze in ieder geval in FIFA 18 heel fijn vinden, deze opstelling. En we beginnen natuurlijk met de bruine. Ja, dat is dikke prima. 91 rated. Oké, dat begint in ieder geval goed. Dit snap ik allemaal wel. Ja, maar je krijgt natuurlijk in het begin altijd weer die standaard uitleg dingen. Dit is alleen wel wat minder. Het ziet er allemaal wel heel anders uit. Moet ik toegeven. En dat zie ik nu ook. Voor welke zou ik gaan? Ik ga wel gewoon voor deze kerel. Want die is in ieder geval lekker snel. Ik kan hem alleen niet gebruiken. Dat is wel een beetje jammer. Oeh, dit lijkt er al meer op. Griezmann, die is zeker chill. Alleen, ja, hij speelt natuurlijk niet in de Premier League. Oké, dit gaat qua teamgeest lastig worden. Maar ik heb in ieder geval supersnelle aanvallers. Twee supersnelle spitsen. En dat is op zich wel chill. Voor wie zou ik nu gaan? Ja, hier heb ik allemaal niks echt aan. Ja, aan deze kill kan ik misschien iets hebben. Maar aan de rest echt helemaal niks. Maar ja, ik ga maar voor deze, want die ziet er wel heel beastachtig uit. Ik hoop dat ik dit op de een of andere manier zo meteen nog goed weet te maken. Ik kan voor Maier gaan. Die linkt in ieder geval met de bruine en ook met die andere kerel. Dus dat is denk ik wel een goede keuze. Want die is natuurlijk ook Duits. Wat krijgen we hier? Witzel, die is ook Duits. Ja, in ieder geval, die speelt in de Bundesliga. Maar deze kerel kan ik niet gebruiken. Die is wel vet goed, maar die kan ik niet gebruiken. Oh, dit is, zijn echt ingewikkelde keuzes. Nou, weet je wat? Ik ga voor Ramsey. Die speelt in ieder geval in de Premier League. Dus die heeft dan in ieder geval een linkje. Kom op, ik moet dit op de een of andere manier een beetje goed zien te krijgen. Danilo, ja, die linkt dan ook. Ga ik voor jou. Kom op. Premier League zit er al verdedigers. En dit is in ieder geval... Ja, dit zijn goede spelers. Maar geen één. Oh jawel, Sanchez. Oeh, die is best wel dikke prima. 84 rated. Ik ben er blij mee. Dat is hartstikke mooi. En volgens mij kan je ook een beetje aan de achterkant al zien of je een beetje goede spelers krijgt of niet. Dat probeer ik een beetje te onderzoeken. En Koscielny heeft trouwens wel echt een dikke face downgrade gekregen volgens mij. Maar ik ga er nu wel voor. Want hij linkt daar perfect. En op zich is hij natuurlijk nog steeds dikke prima. Linksachter. Ja, Robertson. Dat is een dikke prima linksachter. 84 pace en de rest qua statistiek is die ook prima. Oké, mijn verdediging en middenveld, dat is geen probleem qua linkjes. Alleen krijg ik nu geen keeper die je linkt. Dat is dan wel een beetje fucked up. Voor wie zou ik dan gaan? Dan ga ik voor Mandanda. Die linkt in ieder geval een beetje met Koscielny. Maar dan hoop ik dat ik hier nog een Premier League keeper kan krijgen. En die krijg ik ook, maar die is absoluut niet al te best. Maar ja, ik ga er dan maar voor. Dan gaat mijn teamgeest wel weer wat van omhoog. Maar het is natuurlijk wel veel minder goede keeper. Maar we gaan verder. We gaan verder bij reserves. Kom op, ik hoop dat ik nog even wat goede Premier League aanvallers kan krijgen. Valencia is trouwens wel echt een zieke rechtsachter. Zal ik voor hem gaan? Ja, ik ga er gewoon voor. Die is in ieder geval beter als Danilo die ik nu heb staan. Dus dat is in ieder geval chill. Mijn verdediging is echt dikke prima gewoon. Dit is ja, op zich ook prima. Sterling, zal ik voor jou gaan? Ja, 93 pace. Ik kan hem qua positie niet echt gebruiken, maar ik zou hem in ieder geval kunnen wisselen. Of ik kan hem misschien zo meteen alsnog in de spits neerzetten. Ik kijk zo meteen even. Dat soort dingen ga ik zo meteen beslissen. Voor dit maakt het allemaal helemaal niet uit voor wie ik ga. Ik ga wel voor deze kerel. Kom op, verder. Kom op. Ik wil eigenlijk nog een Ronaldo of Messi hebben. Ik wil er eigenlijk voor mee spelen. Dat ik hem gewoon in de rust erin kan zetten. Ronaldo of Messi dan natuurlijk. Maar dat ziet er tot nu toe nog niet naar uit dat ik hem ga krijgen. Want ik heb nog maar een paar opties en kansen om nog een aanvaller te krijgen. Ik ga nu wel voor Shaqiri. Ik heb nog twee kansen op Ronaldo of Messi. Dit is de ene laatste kans. We krijgen in ieder geval goede spelers en we krijgen Kane. Ja, die is dikke prima. Weet je wat? Die kan ik wel goed gebruiken. Hij is alleen niet heel snel. Dat is wel een beetje jammer. Maar ja, hij is niet anders. Hij is qua rating wel hoog. En dan, ja, dat is wel chill. En hij schiet natuurlijk ook als een beast.
Ik ga nu voor Silva. En dan heb ik helaas geen Ronaldo of Messi gekregen. Dus dat is een beetje jammer. Maar ja, is helaas niet anders. Kan nog voor Özil gaan. Misschien is Rakitic een betere keuze. Want die kan ik misschien eventueel een beetje linken met Griezmann. Ja, dan hebben ze allebei nog steeds niet echt heel goed teamgeest. Nou, ik zie zo meteen even hoe ik dat helemaal ga doen. We krijgen nu wel Kroos. En die kan ik wel goed gebruiken. Ja, ik ga voor Kroos. Want die linkt dan natuurlijk met Griezmann. En die linkt dan ook nog met deze kerel. En hoeveel teamgeest dan heeft hij? 7 teamgeest. Dan is het op zich nog wel redelijk. Ik heb 92 teamgeest op dit moment. Ik ben eigenlijk best wel tevreden over het team wat ik tot nu toe krijg. Dit is dan alleen een beetje minder. Laatste speler, verdediger, krijg ik nu nog. Compagnie, 85, maar hij is niet echt snel. Dat is wel een beetje jammer. Maar ja, ik ga er wel voor, want aan al die andere spelers heb ik ook niks. En dan kan ik misschien Compagnie er wel inzetten voor Koscielny. Ja, want Compagnie is overal beter en alleen is iets trager. Nou ja, dan zet ik hem er alsnog in. Maar dan ga ik denk ik even wat spelers nog goed neerzetten. En dan zie ik u zo meteen. En dan gaan we gewoon mijn eerste puntrap spelen. Ik heb er echt zin in. Oké, dit is mijn starterself. Ik weet niet of Kane chill gaat spelen in de spits. Hij is qua rating wel hoog. Ik moet er natuurlijk allemaal een beetje achter komen wie chill speelt en wie niet. Ik heb in ieder geval nog redelijk wat wissels die ik eventueel erin kan zetten. En laten we maar beginnen. Oké, ik hoop niet dat ik er meteen uit ga liggen. Maar de kans is natuurlijk wel aanwezig. Dit is mijn eerste officiële FIFA 19 potje natuurlijk. Ik heb wel de demo gespeeld. Maar ja, dat stelt natuurlijk ook nog lang niet alles voor. En wat is de draf van mijn tegenstander? Oké, hij heeft in ieder geval Aubameyang. En dat is wel een hele chille speler. En ook Hazard voorin. Voor de rest valt het op zich wel mee. Dan is het wel een beetje vergelijkbaar met mijn team. We zullen zien hoe het gaat. Nee. Oh, what the fuck? Wat is dit? Serieus, 1 minuut gespeeld. Ik sta al heel achter. What the fuck? Voor mijn tegenstander is echt ziek pro. Dit slaat hem helemaal nergens op. Oké, nee, laat hem niet scoren. Hoe komt die bal er tussendoor? Zeg ik nu was van. Nee, was geen buitenspel. Dit is echt niet normaal. Wat is dit? Nee. Ik snap het niet. Hoe kan die kerel daar zo vrij lopen? Ja, en die kan ik dan ook weer niet doen. Oké. Ik vind het nu al zo kut, FIFA 19. Wat is dit, jongen? Ja, en waarom lekt het spel nu opeens? Nou ja, dat zal wel. Hij is nog steeds aan het laggen. Zou die verbroken worden? Telt dit dan mee voor een nederlaag van mij? Of telt dit dan niet mee? Als het niet meetelt, dan zou dit wel heel chill zijn. Want dat betekent dat we gewoon opnieuw kunnen spelen. Ja, we kunnen gewoon opnieuw spelen. Holy shit, oké, dit is wel heel nice. Oh, ik ben echt vierkant ingemaakt. En dan kunnen we gewoon nu opnieuw spelen. Ah, wat chill. Oké, let's go. Potje nummer 2. Toch nog een tweede potje. Ook al stond ik met 4-8. Ik had nooit meer kunnen winnen, hè? Toch? Is dit wel heel fijn. Nice, oké. Hopelijk gaat het nu wel beter. Oké. Deze kill heeft wel echt een heel chill team. In ieder geval zijn aanval. In voor Mazar, Aguero en Salah. En qua middenveld ook. En verdediging is misschien net ietsjes minder. En zijn keeper is veel beter. Oké, hij heeft echt een veel chiller team. Als wat ik op dit moment heb. Dus dit gaat sowieso weer lastig worden. Maar ik hoop niet dat het zo slecht gaat als het vorige potje. Oké, hier gaan we. Dit wordt mijn eerste echte goede kans. En dat was nou niet bijna een goal. Het was een goede redding van de keeper. Maar het scheelt niet heel veel. En ik heb trouwens het idee dat corners ook beter zijn geworden. En dat blijkt hier ook maar weer. Want dit was bijna een goal. Nice. Shit, ik zei toch, corners zijn beter en nu krijgt mijn tegenstander een goal vanuit de corner. Het enige frustrerende is, je kan er gewoon niks aan doen tegen zo'n goal tegen uit de corner. Dat is dan wel een beetje jammer. Nee, 2-0. Ik ging nog zo lang zo lekker en nu verlies ik deze wedstrijd toch nog een beetje. Oké, ik probeer in ieder geval nog een keer te scoren. Trouwens, Depay die had hij ingebracht. Wat een zieke kaart heeft Depay trouwens dit jaar. Is echt niet normaal. Nou, volgende kant, voorzetje. En kom op. Yes, dat is hem. Oké, mijn eerste officiële goal in FIFA 19. Toch mooi dat ik heb weten scoren, want dat was ook wel verdiend. 2-1, dat kan ik eventueel nog goed maken. Ah! Oh, ja, Depay. Ik kan er niet genoeg over zeggen, maar hij is echt heel ziek. En dit ook. What the fuck? Oké, hier gaan we net te ver naar buiten. Maar deze moet dan alsnog zitten en die zit ook. Oké, 3-2. Dit zou nog baas zijn als ik dit nog weet te winnen. Ik begin wel steeds beter in de wedstrijd te komen. Dus dat is mooi. Oké, hier gaan we. Als deze zit, dan sta ik gewoon weer gelijk. Paasje naar het midden. Afkappen, schieten. Nee, rebound. Die zit. Oké, nice. 3-3. 70ste minuut. Oké, lekker. Altijd fijn als je zo weer terug weet te komen. Weet je wat? Ik ga nog even een wissel doen op het eind. Ik ga nog even gewoon... Wie zal ik inbrengen? Ik zet wel even een nieuwe aanvaller erbij. En dan doe ik Griezmann zo. Dan heb ik gewoon lekker snelle aanvallers erbij.
Komen die is rechts. Oké, yes. Dan gaan we het zo doen. Oké, hier. Griezmann. Dit is ongeveer de laatste kant van de wedstrijd waarschijnlijk. Naar binnen kappen. Dit is wel zijn slechte been. Hij schiet hem naast. Hij deed met buitenkant links. Oké, dat is dan weer zo'n goede mee. Oh, what the fuck. Dat was de kans om deze wedstrijd te winnen op tijd. Maar dat betekent dus verlenging. Oh shit. Ah, echt zo'n kutrolletje. 3-4. Begin verlenging. Ah, oké. Nou, ik heb gelukkig nog even de tijd om het proberen te goed te maken. Ja, hier komen. Deze moet zitten. En die zit ook. Het staat alweer 4-4. Gelukkig. Holy shit. Daar gaat mijn tegenstander. Met ziek veel ruimte. Ik heb gewoon geen fit spelers meer. Dit doet hij goed. En dit maakt hij ook weer af. Sta ik weer achter. Ja, oké. Het is voorbij. 4-6. Ja, nu is het over. Ik speelde de hele tijd ultra aanvallend. Want ik moest natuurlijk die goal maken. En dan is de kans groot dat dit gaat gebeuren. En ik denk niet dat ik nog twee keer weet te scoren. Nou, komen een paasje voor. En die moet zitten. Oké. Nou, dat scheelt weer. Het staat 4-5. Maar... of dit nou nog goed gaat komen. Ja, het zou nog steeds kunnen. Dit zou echt een bizarre wedstrijd zijn als ik nog op 6-6 kom. Dat zou echt niet normaal zijn. Oké, dit wordt de laatste kans van de wedstrijd. Als ik nog iets wil, dan moet dat nu gebeuren. En dat gebeurt ook. Dit wordt penalties. Lol. Wat een wedstrijd. Ik kom gewoon terug op 6-6. Dit slaat er helemaal nergens op. Nou, ik kan voor een meter strafschoppen nemen, denk ik. Oh, is dit te hard? Ja, dit is al te hard. Oké, ik moet echt wennen aan deze strafschoppen. Wat gaan we doen? Ik blijf in het midden staan. Of toch niet? Shit. Oké, ik sta 1-0 achter. Maar ik sta nu 3-1 achter. Dit ga ik niet meer winnen. Ah, shit. Nou, ik kan deze nog scoren. Ik doe wel even in die hoek. Hoppatee. Dit was ook heel zachtjes. Het was echt helemaal niet lang ingedrukt. Maar als die scoort, dan is het al voorbij. Hij schiet door midden. Oké, we hebben verloren. Helaas, ik heb in de kaas. Het was een zieke wedstrijd. Ben ziek frustrerend dat we op deze manier dan moeten verliezen uiteindelijk. Ah, maar het was wel een hele leuke wedstrijd om te spelen. Dus dat maakt het dan weer een beetje goed. Maar dan hoop ik dat we wat uit de pakketjes gaan krijgen. Die ik natuurlijk allemaal nog klaar heb staan. Want voor reward krijgen we eigenlijk... niet hele goede rewards. Maar we gaan alles openen. En dan zullen we wel zien. Ik ga... Weet je wat? Die zilveren, die open ik snel. Zelf wel even snel. Daar krijgen we toch niks uit. Ja, alle items verkopen. Ja, laat dit bericht niet meer zien. Oké, op deze manier werkt het. Dus de packs... op deze manier is het wel veel chiller packs openen. Kan je het wat sneller sorteren. Dus dat is wel een goed idee. Van EA. Maar dit is het eerste gouden pakketje. In FIFA 19. We krijgen deze keer... niet heel geweldig. Hopelijk kunnen we één walkout krijgen. Dat zou even nice. Nice, oh joh, ondertussen krijg ik gewoon dik. Let's go! Kom op. Ik weet trouwens niet helemaal hoe je kan zien of het een walkout is. Ik denk dat er ook dan zo'n gloed in het midden moet zitten. In ieder geval, daar ga ik vanuit. Hopelijk krijgen we nu even wat goede zeldzame spelers. De kans is wel klein, want je hebt maar één zeldzame speler. En volgens mij is dit... Ja, dit is wel een zeldzaam gouden speler. Dus dat is mooi, maar hij is niet heel goed. Dus dat is dan wel weer jammer. Oké, kom op. Is dit een zeldzame speler? Ja, volgens mij wel. Oké, deze is nog best wel goed. Borussia Dortmund, 91 pace. Bij deze ga ik even kijken hoeveel die waard is. Die is nog wel 1000 coins waard. Iets meer dan 1000 coins. Oké, die stuur ik dan naar de transfermarkt. Maar dan was dit het voor deze FUTDRAFT video. Als jullie trouwens willen dat ik binnenkort een FUTDRAFT video ga doen. En dan ga kijken wat de hoogste haalbare FUTDRAFT is in FIFA 19. Laat dat dan even weten beneden achter in de comments. Dan kan ik dat binnenkort een keertje gaan proberen. Ik denk dat dat ook wel een leuk idee is. Want ik denk 187 of zo dat dat wel het hoogste is. Of misschien 188. Maar daar gaan we dan achter komen. Dus laat maar weten in de comments of jullie denken dat dat een leuk idee is. En dan bedank ik jullie voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik tenslotte nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Boss Army. Yeah!